Hi, goedemorgen en welkom bij een super random vlog. Ik moet mijn gezicht nog zien, ik heb ook panda ogen zie ik nou. In elk geval, het leek mij leuk om gewoon weer een keer een random vlog te doen. In de zin van, normaal gesproken natuurlijk, laatst krijgen jullie van mij verhuisvlogs en allemaal zulke soort video's. Maar ik dacht, lijkt me ook wel leuk om weer een keer gewoon te vloggen. En ik heb best wel wat leuke dingen op de planning. Namelijk vandaag het is een beetje een pamper vlog eigenlijk, bedenk ik nou. Namelijk vandaag is mijn nagelafspraak. Ik weet niet hoeveel ik daarvan kan filmen. En ik moet heel eerlijk zijn, ik weet ook niet hoeveel ik daarvan wil filmen. Aangezien dat echt even altijd een momentje voor mezelf is ofzo. Die heb ik zo. Ja, ik moet even een beetje... Nou, moet natuurlijk niet, maar ik doe een beetje met mijn make-up. Licht make-upje, want het is ook heel warm. En dat heb ik, en daarna gaan we daar gelijk naartoe, want die afspraak die is over een uurtje. Verder ook binnenkort heb ik de afspraak om mijn haar weer lichter te laten doen. Dat is echt aankomende week al. Dus dat ga ik dan ook vloggen in deze video. Verder weet ik het niet. We gaan gewoon van alles nog wat doen. Ik ga jullie gewoon meenemen, gaan lekker kletsen, dingen doen. Dus in elk geval, voordat ik het over nagels ga hebben, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden, maar één druk op die zwarte knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, dan zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu echt in de vlog gaan duiken. Als eerste, dit zijn dus mijn nagels op het moment. Ze zijn heel erg uitgegroeid. Zoals je kan zien, hier heb ik echt altijd wel een hekel aan. Maar het hoort erbij. Ik had dus allemaal gekleurde randjes. En verder heel natuurlijk. Behalve deze. De ringvinger, zeg maar, daar zitten vlindertjes op het uiteinde. Ik vond ze heel leuk. Maar ze waren even wat rustiger. Want ik had zin in wat rustigere nagels op dat moment. Maar nu heb ik zoiets van, ik wil all out. Het enige wat ik weet is dat ik glitternagels wil. Ik wil lekker bam in je face, vrolijk. Dus dat gaan we straks bekijken wat ze allemaal heeft. Dat vind ik soms ook leuk. Soms heb ik echt helemaal een plan als ik binnenkom. En soms heb ik zoiets van, wat heb je? Dus vandaag is zo'n wat heb je qua glitterdag. En dan gaan we kijken. Maar in elk geval, ik ga de camera nu heel eventjes wegleggen. Heel even make-up doen. Dan ben ik zo bij jullie terug als mijn make-up erop zit. Zo, mijn make-up zit erop. Ik vind deze lipkleur nog steeds zo mooi. Die is van Rare Beauty. Merk van Selena Gomez. En dit is in de kleur Worthy. Toen ik hem net had, dacht ik van, oh... Oké, maar hoe vaker ik hem op heb, het is echt net een beetje donkerder dan mijn eigen lipkleur. I don't know, I love it. Dit is een aanrader. Maar ik ben er dus klaar voor. Ik ga dan zo naar mijn nageltjes. Ik heb er heel erg veel zin in, zoals ik al zei. Ik heb geen idee of ik daar iets van film, maar dan zien jullie mij zo weer waarschijnlijk als ik terug ben en mijn nagels heb laten doen. Ik vind het altijd zo heerlijk. Zeker als zo'n uitgroei heeft, zoals het nu heeft. Like, ik irriteer mij daar zo erg aan. Ik kan er echt niet tegen die uitgroei. En daarnaast natuurlijk zien jullie ook heel vaak mijn nagels in close-up beelden en zo. Dus dan vind ik het al helemaal naar. Dus ja, laten we nageltjes laten doen. Nou, hier zo begint altijd echt de keuzestress. Want ze heeft super veel opties aan glitters. Ook veel gekke en meer normalere, zeg maar. Dus hier mag ik dan lekker tussen gaan neuzen en kijken naar welke ik wil. Dus als ik er blanco in ga, vind ik het altijd wel een beetje moeilijk. Want dan krijg ik echt keuzestress. Naar alles bekeken te hebben ben ik voor deze gegaan. Dat was Hippie Shake heette die. En die heeft glitter van alles en nog wat qua vormpjes. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Ik heb weer gewoon dezelfde vormnagels gedaan, maar weer een stukje korter. En we hadden gekozen voor een roze nude kleur eronder. Ik zat eerst een beetje te twijfelen om er een kleurtje onder te doen. Maar omdat glitter al zo kleurrijk was, was dit de leukere optie, zeg maar. En alsnog met dit roze, dat zie je er dan een beetje doorheen. Nou, ik ben weer terug thuis en ik ben er zo mega blij mee. Ze zijn zo mooi. Het is zeg maar lekker kleurrijk en vrolijk, maar niet
te of zo, als dat logisch klinkt. Het zijn natuurlijk wel veel kleurtjes alsnog. Maar we hebben een nude roze eronder gedaan. Ja, ik vind het echt geweldig. En ze reflecteren heel mooi in allemaal kleurtjes. Het zijn dus allemaal vormpjes. Dus hartjes, bloemetjes, streepjes, rondjes, van alles en nog wat zit ertussen. Ik ben er helemaal happy mee. Ik vind het echt helemaal leuk. Dus dat was in elk geval geslaagd. Ik heb weer mooie nageltjes. Verder vandaag, ik wil eigenlijk zo heel erg graag de ijsjes gaan maken. Namelijk de afgelopen dagen heb ik de hele tijd zin in ijs. Maar ijs is niet het beste voor je. En je kan wel hele lekkere ijsjes een stuk gezonder maken met fruit en allemaal zulke soort dingen. Dus we hadden wat video's opgezocht. En uiteindelijk hebben we besloten om eentje zeg maar na te maken. En dat is gewoon met fruit en kokoswater heet het volgens mij. Luc is heel eventjes nu Bambi ophalen. En ik dacht, als hij terug is, kunnen we dat misschien samen doen. En dat ik dat ook film voor jullie. En ik heb dus trouwens die houdertjes waar je de ijs in kan maken. Gewoon bij de Action geshopt. Die waren echt een euro of zo. Echt heel goedkoop. Dus ja, ik dacht dat is misschien wel leuk om vandaag nog verder te doen. Dat we dat zo nog even samen doen. En daarna voor vandaag leg je in elk geval even de camera weg. Want er zijn ook wat werkdingen die ik moet doen. En daarnaast, ja, dan vlog ik weer wanneer ik mijn haar afspraak heb. Dat is ook al binnenkort, waar ik heel erg veel zin in heb. Dus er komt nog sowieso genoeg leuks aan in deze vlog op de andere dagen. Maar dan ben ik zo bij jullie terug als Luc er is en we de ijsjes gaan maken. We gaan de ijsjes maken. En deze mevrouw is er ook weer, zoals je kan zien. Dit zijn dus de houders met de ijsjes dat je dan zelf kan maken, die ik bij de Action toen had gekocht. Dus die gaan we gebruiken. En verder hadden we dus heel veel mango en zo gekocht. En dat zit ook al heel veel in stukjes. Volgens mij moet er nog maar eentje echt gesneden worden. Maar ik ben benieuwd hoeveel we daarvan kunnen maken. Want zodra je het dan blendt natuurlijk, blijft er soms niet zoveel van over volgens mij. Maar dat filmpje dat wat ik dus had gezegd, die gebruikte dit. Alleen dan volgens mij had zij het Jumbo huismerk, maar wij hadden het van de Albert Heijn. Maar we gaan dit dan gewoon kijken wat eruit komt. Het is ook voor ons een eerste keer, dus ik weet niet of het een succes gaat worden, ja of nee. We gaan het in elk geval vandaag maken en dan zal ik wel de volgende keer als ik film vertellen hoe het was. Of het lekker was, ja of nee. Zullen we eerst gewoon een mango doen en dan kunnen we daarna kijken hoeveel van dat water erbij moet. Oké. Nee, maar ik bedoel, dus het schudden voor het buik zien, hè? Blub, 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 blub. Ik weet niet hoeveel. Is dit te veel? Ik heb geen idee. Denk het niet, maar beter te weinig. Okay. We gaan de ijsjes vullen. Volgens mij ziet het er best goed uit qua hoe het eruit is gekomen qua de dikte. Dit is de vibes. Looks really good. Mango ijs. Mango ijs. En dan snoepen we deze er gewoon op. Tadaa. En dan heb je een ijsje. Er zitten wel wat luchtbubbeltjes. Maar dat is één. Yes. Nou, er viel alles mee. Op zich moet ik zeggen, dit is niet veel moeite voor. Nee. Als je ergens gewoon rijpe mango, zeg maar, die dan moet weg, weet je wel. Mm-hmm. Dat dan, want dat zie je ook wel eens bij de Albert Heijn, die dan nu 35% korting hebben. Dat je dat dan meeneemt en er mee maakt. Dat zou wel heel slim zijn, want dan bespaar je ook nog eens geld. Het ziet er wel echt uit dat ze gewoon op de gok best aardige substantie hebben gemaakt. Nou, meisje trouwens met die video, die had wel measurements erbij staan, maar ik ben daar nooit zo van. Oh, hier zit nog een chunky boy in. Dus even om te laten zien, we hebben dus nu één mango gebruikt. En dus de Action ijsjes kun je 3,5 eigenlijk, deze zit niet helemaal vol, kun je daarmee vullen van de Action ijsjes met één mango. Ja, je kan, ik moet zeggen, je kan meer vullen dan dat ik had verwacht. Dus we gaan nu gewoon nog deze, dat is de andere die we al bevroren hadden. Die gaan we nu gewoon doen en dan is het waarschijnlijk genoeg voor de andere vier. Dan met twee mango's heb je 8 ijsjes, dat is best netjes. En de laatste die we hebben gemaakt is een beetje een aardbei mango geworden. Om hem af te maken, want we kwamen net niet uit. Inderdaad, zoals verwacht. Dus we hebben nu 2 mango's en nog een beetje restjes gebruikt van bevroren fruit. En dan hebben we er 8 gevuld. Dus ik ga ze nu in de vriezer zetten en dan laat ik wel binnenkort weten of film ik wanneer we ze proeven of laat ik weten hoe ze smaken. Maar ik moet zeggen, ik heb al af en toe een beetje de randjes lopen aflikken omdat ik knoeide. En dat smaakt heel erg lekker. Ziet er veelbelovend uit in elk geval. Het is nu een dag later en we gaan kijken hoe ze smaken. Ik heb er ook eentje, maar we gaan eerst even kijken hoe Luc ze vindt. Ik denk dat het slimste is dat je ze dan even onder de warme water, even onder de kraan houdt. Ik denk dat hij dan zo open gaat. Even onder de warme kraan en nu gaat hij gewoon open. Dus als je daar naar op zoek bent. Floep. Ja, hij ziet er wel heel schattig uit. Ja. Met zo'n gat in het midden. En de luchtbellen, ja, deze viel wel mee. Ja, val wel mee. Oké, nou, geef hem een lepper. Heel charmant.
Smaakt naar mango. Lekker? Ja. Wat geef je het uit 10? Heel lekker. 9. 9? Ja. Oh, nu ben ik wel heel benieuwd. Maar wel lekker, wel verkoelend. Ja. Voor het warm weer aanrader. Mm-hmm. Bambi wil hem ook. Ja, Bambi wil hem ook heel graag. Probeert een hele grote meid hier zo te zijn. Want misschien krijgt ze dan een beetje. Hè? Mogen honden mango? Ja. Want in die ene TikTok kreeg die ene hond. Oh ja, mango. Die kreeg ook mango, ja. Dus mag je een beetje likje dadelijk. Ja, misschien ben je wel een likje. Mag ze kokoswater? Dat is ook wel een goeie. Even googlen. Ik moet even googlen. Maar in elk geval, het ziet er zo wel lekker genoeg uit dat zij ervoor gaat schooien. Dus dat is ook een goed teken. Nou, eet smakelijk. Ik ga hem ook eten. En we gaan nieuw seizoen van Black Mirror kijken ondertussen. Hi allemaal, daar ben ik dan weer. De ijsjes waren geslaagd. Dat was het laatste volgens mij wat jullie te zien kregen. Ik dacht, ik doe vandaag al gelijk even het intro van zeg maar het gedeelte dat we naar de kapper gaan. Want namelijk, ik heb morgen mijn afspraak echt heel erg vroeg. In elk geval voor mijn doen. Over het algemeen zeg maar slaap ik meer uit dan de gemiddelde persoon. In de zin van vaak rond 10, 11 uur sta ik op. Maar dat betekent ook dat ik vaak later in de avond daardoor werk zeg maar. Dus mijn werkschema ligt iets later op de dag. Maar morgen heb ik dus mijn kappersafspraak. En die is om 9 uur 's ochtends. Dat heb ik zelf gewoon gedaan. Want dat vind ik ook prettig. Aangezien ik waarschijnlijk weer best wel lang bij de kapper ook zal zitten. En daarnaast hebben we nog heel veel dingen die dag zelf te doen. Want als ik terug ben, dan hebben we gelijk een belafspraak met mijn boekhouder. Daarna gaan we naar de dierenarts met Bambi. Niks ernstig. Gewoon een standaard controle dingetje. Vanuit daar ga ik gelijk door naar mijn dansles. En heb ik ook mijn wegen- en meetafspraak met mijn trainer. Dus ik ben letterlijk van 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds helemaal volgepland. Dus vandaar dat ik ook die afspraak zo vroeg had gepland. En het leek me weer leuk om jullie mee te nemen. Mijn haar. Ja, ik denk dat jullie het op dit moment niet zo goed kunnen zien. Het is vrij donker. Ik heb een balayage en highlights. Een beetje van die babylights erbovenop. En als je die vorige kappersvlog niet hebt gezien, ga die dan vooral even kijken. Dan zie je ook gewoon het hele plan. Maar kort door de bocht gaan we nog blonder vandaag. Nou ja, morgen. Maar vandaag in de zin van deze vlog. Ik weet niet waarom, maar ik vind het echt super spannend weer. Zoals ik al zei. Ik heb echt letterlijk elke kleur van de regenboog gehad. Zonder angst. Deed gewoon alles zelf. Maar dit keer ook omdat we weer lichter gaan. Ik ben gewoon zo blij met de kwaliteit van mijn haar. En ik heb er zo hard voor gespaard. Dat ik zeg maar, ik had ook echt gisternacht een droom. Dat ik zeg maar droomde dat al mijn haar zou afbreken. Dat is anxiety voor je. Het is op dit moment echt super warm. Dus ik zweet me helemaal kapot. Dus dat is in elk geval wat we morgen gaan doen qua mijn haar. Dus ik wilde heel even nu het intro filmen. En dan gaan we straks zeg maar gelijk over dat ja, het morgenochtend is. Het is echt voorbij gevlogen. Want er moest 8 weken tussen zitten om mijn haar wat rust te geven. Dat we niet juist niet mijn haar gaan afbreken en zo. Maar die 8 weken die lijken echt zo poef voorbij gevlogen. We zitten er weer ongeveer halverwege. Ze is nu weer blondeerspul aan het aanmaken. Dit is altijd wel echt een werkje met mijn haar. Zit ik best wel lang, maar dat hoort erbij. Het doel heiligt de middelen. Ik word telkens knapper en knapper hier. Looking fabulous. Moet nu even warm worden, intrekken. Zo licht mogelijk worden en daarna gaan we de uitspoelen, kleur erin en ook verzorging. Trouwens eerst verzorging en dan kleuren. Dus we zijn nog wel even druk. We zijn nu 2 uur bezig ongeveer. Dus het duurt altijd sowieso wel lang bij mijn haar. Veel haar. Aan de ene kant lichten de punten niet helemaal goed op. Dus ik ga ze nog even aanstippen met bleek. En daarna hopelijk uitwassen. Ik zit in elk geval nog steeds alsof ik aliens aan het contacteren ben. Hi, goedemorgen. Het liep even allemaal niet zoals gepland.
Zoals je ook misschien kan horen, ik kwam gisteren terug van de kapper en voelde me echt vreselijk. Ik voel me nog steeds vreselijk. Dus ik heb echt gewoon 4 uur geslapen op die dag. En daarna wat verplichte dingen gedaan. Maar ja, ik wilde eigenlijk deze vlog eindigen met helemaal fabulous haar en zo. In elk geval, ik zal even wat foto's in beeld brengen. Dan krijg je even gewoon een beetje een beeld van dit is hoe het is geworden. Wat je nu natuurlijk niet kan zien. Maar ja, dat is het geworden. Een stuk blonder. Ik ben er mega blij mee. Ik vind het ook heel erg leuk staan. Dus dat is fijn. Dus ja, dat is eigenlijk wat dat is geworden. Het spijt me dat even zo. Ja, ik had dit ook niet verwacht. Dus ik ga vandaag lekker gewoon weer terug naar bed. Want dit komt zo slecht uit. Want we gaan donderdag gaan we naar Emmen en ga ik het tatoeage laten zetten. En dat wil ik vloggen. Dat is morgen. En zaterdag en zondag is Comic-Con voor mij als ik dit film. Dus dit komt echt vreselijk slecht uit. Dus ik hoop dat als ik vandaag even ga slapen, rust neem, dat het hopelijk gewoon weer zo goed als nieuw ben. Fris en fruitig, hoop ik. Hi, goedemorgen ben ik dan weer. Ik voel me echt een stuk beter. Wel een beetje moe, maar ik voel me al 1000 keer beter. Dus dat is fijn. Ik wilde de vlog niet beëindigen, zeg maar, wanneer ik me niet lekker voelde en op zo'n sad toon. Dus vandaag leek het me leuk om jullie mee te nemen. Ik ga jullie wel meenemen op mijn mobiel. Gewoon puur omdat het even wat handiger is. Maar vandaag zo over een uurtje komt mijn zus mij ophalen hier zo. Oh nee, we hadden afgesproken bij de eerste winkel. In elk geval, we gaan samen even wat kringloopwinkels af. Namelijk mijn zus voor haar 30ste verjaardag volgende maand geeft een high tea. En het leek er heel erg leuk om heel erg van die ja, kietjerige, allemaal verschillende kopjes en schotels te kopen bij de kringloop. En het is op die manier leuk aan te kleden. Super leuk idee natuurlijk. En ze vroeg of ik meeging. En zoals jullie weten, ik hou ook heel erg van naar de kringloopwinkel gaan. Dus natuurlijk zei ik ja. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Deze komt ook nog eventjes. Dit is wel het laatste wat we vandaag deze vlog gaan doen. Maar ik ga jullie in elk geval meenemen. Over een uurtje ongeveer hebben we daar afgesproken. Dus dan gaan we daar samen naartoe lopen. Ga ik een beetje filmen, een beetje kringloop laten zien. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Om te beginnen gingen we dus naar de kringloop Cunera in het centrum van Rhenen. Hier zoals ik aan het wachten op Debbie en ze kwam er gelukkig lekker snel aan. En we waren dus voornamelijk op zoek naar een beetje foute mokjes en kopjes en theesetjes. Want dat was dus het doel voor mijn zus, haar verjaardagsfeest. En we waren hier gelijk ook goed geslaagd voor haar, dus dat was top. Dan ook nam ze me mee naar Belgrove's kringloop. Ik was hier dus nog nooit geweest. Zit ook in Rhenen naast de Aldi. En voorheen was dit Granny's. En dit is ook zeker echt een aanrader. Dit is echt zo'n heerlijke kringloop. Hij is ook super groot. En ook de prijzen waren leuk. Dus hier hebben we ook tussen geneusd. En nadat ik mijn zus had geholpen, ben ik ook lekker zelf nog gaan neuzen. Ik ben trouwens ook geslaagd voor 2 hele leuke dingetjes. Ben ook hier zo geslaagd trouwens. Dus aan het einde zo laat ik ook zien wat ik hier allemaal heb gevonden. Dan ook, dit had ik niet verwacht, nam ze me mee naar Veenendaal. Dus daar zijn we ook nog naar 2 kringlopen gegaan. Die. Oh, die zijn ook wel heel schattig. Ja, die vind ik heel schattig. En hier staat, oh, dit is één. Kijk, van Hema. Dit is 1 euro. Ja. Deze. En die vind ik leuk. Die vind ik oprecht, zeg maar, leuk. Ja, die is leuk. Die is lief. Waarom is er hier een briefje hangen? Want er staan prijsjes al. Is het prijsloos? Nou, dan bedenken ze maar wat. Nou, ik ben weer terug. Ik heb gelijk lekker ijswater met de koelkast gemaakt. Zo warm. In elk geval was het echt super succesvol. Ik heb gelijk ook even de kleding gewisseld. Echt zo warm buiten. Ik heb, ja, ik weet het, dat in Nederland is het vaak nooit goed. Weet je wel, als het warm is, dan klagen mensen. Als het koud is, klagen mensen. Maar ik ben persoonlijk totaal niet van de zomer. Nooit geweest. Geef mij maar herfst en winter. Daar geniet ik zelf persoonlijk van. Want ik hou er niet van om een plakbal te zijn, zeg maar. Ik vind het fijner dat ik allemaal lagen kan aantrekken. Zeg maar, daar kan je iets aan doen. Op een gegeven moment kan je er niks meer aan doen als je warm bent. Dan loop je hier naakt door je huis en dan heb je het alsnog warm. In
elk geval, het was super succesvol. We waren naar veel meer winkels geweest dan dat ik had verwacht. Want we zijn dus 2 hier in Rhenen geweest en daarna ook nog in Veenendaal. Ik dacht dat we hier een beetje in Rhenen zouden blijven. Maar ze heeft alle theekopjes en kannetjes en al die dingetjes gevonden. Dus dat was heel erg fijn. En verder heb ik dus ook gewoon gelijk een beetje geneusd nadat ik haar had geholpen. En ik heb 2 dingetjes gekocht waar ik super blij mee ben. Als eerste The Ring, de film. Ik heb namelijk deel 2 en die zeg maar deel 3 met die andere naam. Die heb ik allemaal op DVD, maar ik mis nog deel 1. En die wilde ik gewoon een keer bij de kringloop kopen. En eindelijk heb ik hem gevonden. Dus dit is The Ring, maar je hebt ook Le Circle. Dit is een Franse DVD, maar ik had op de achterkant gekeken. Hij heeft Nederlandse ondertiteling ook. En je kan gewoon met Engelse audio, dus helemaal top. Dus nu heb ik ook The Ring. Die was 50 cent volgens mij, of een euro, zoiets. In elk geval heel voordelig. Dus vandaar dat ik er ook telkens mee wacht om te kopen. Want deze kun je natuurlijk ook gewoon nog steeds nieuw kopen. Maar ja, zulke films kun je gewoon top bij de kringloop vinden. En dan hetgene wat denk ik jullie heel leuk vinden om te zien. Kijk naar deze. Ik vond deze zo mooi. Ik ben benieuwd of het overkomt. Maar hij is een beetje dat peachy roze glas. En ik dacht, hoe mooi is deze als fruitschaal? Hij moet wel even nodig in de vaatwasser. Of in elk geval handwasje iets. Ik moet even kijken. Die werd verkocht voor 3,50. Maar hij is ook best wel flink. Ik zie soms wel eens van dat peachy roze glas. Maar daar vind ik vaak het patroon niet heel erg mooi. Maar deze is heel sierlijk. Met al die ja, bolletjes erin. Het zit ook echt erin gesneden in het glas. Echt 3D. Dus ja, ik vond hem gewoon echt prachtig. Dus die heb ik meegenomen. Dat wordt onze nieuwe fruitschaal. Want we hadden nu gewoon eentje heel goedkoop toen van de Xenos. En hij is op zich prima. Maar deze vind ik gewoon echt heel erg mooi en uniek. Dus die heb ik meegenomen. Dat zijn de enige 2 dingetjes die ik heb gescoord. 2 mooie vondsten vind ik zelf. Ja, ik ging dus voornamelijk ook mee voor mijn zus. Maar ook wel 2 leuke vondsten dus zelf gedaan. Dan ga ik nu echt hier zo deze vlog beëindigen. Ik ga heerlijk mijn ijswater drinken en deze vlog editen. Voornamelijk. Ik hoop heel erg dat jullie deze video leuk vonden om te kijken. Ik heb in elk geval mijn best gedaan. Ik vond het in elk geval zelf wel heel erg leuk om weer een random vlog te maken. Gewoon van dingen die ik aan het doen ben in het dagelijks leven. Dus laat vooral van je horen in de reacties of je dit leuk vond om te kijken, ja of nee. Want dan kan ik het vaker gaan doen. Sowieso komen er binnenkort wat meer vlogs aan. Want binnenkort gaan we ook naar Emmen toe, naar het dierenpark. Maar daar hebben we echt een dagje van gemaakt. Voornamelijk omdat ik daar getatoeëerd ga worden. Dus dan gaan we een beetje combinatie leuk dagje uit. Dat wil ik graag filmen. En Dutch Comic Con komt eraan binnenkort. Waarschijnlijk als jullie deze video kijken is dat al lang geweest en zo. Maar in elk geval, die vlogs komen er dus voor jullie ook binnenkort allemaal aan. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dan ga ik het hier nu echt beëindigen. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar 1 druk op die zwarte knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!